Sensi Toepi is wat je noemt een bijzondere Bonaireaan. Hij geeft 2 keer per week karateles aan kinderen die zelf geen geld hebben om te sporten. De kinderen benaderen hem vaak zelf. Ja, ik heb veel kinderen, ze komen bij mij en ze zeggen ze willen training, maar ze hebben geen geld om te betalen. Ik moet die kinderen helpen. Ik zet die kinderen thuis als de training is op ook, ik breng ze thuis, voor alles is goed van die kinderen. Als je die kinderen moet iets nodig hebben, ik koop een kleren, ik koop een medaille, ik koop een trofeo. Ik doe bijna alles voor die kinderen. Ze leren karate, ze leren discipline, hier ook, ik heb veel discipline. Zie, de kinderen hebben geen discipline, ik praat met die kinderen, ik roes nooit, ik doe roes met die kinderen. Ik praat zacht met die kinderen, van die kinderen begrijpen wat ik bedoel. Toepi betaalt alles zelf, zoals de huur van de zalen waarin hij les geeft. Dit kost hem $65 per week. Ik stuur subsidie, maar niemand wil mij helpen. Zou het jou helpen als je subsidie krijgt? Ja, die kinderen ook wel naar Curaçao vechten, ze willen andere eilanden vechten, maar kan niet. Ik ben visserman, ik heb niet zoveel geld, maar die geld met ik verdiende van die vissen. Met deze geld, ik koop die kosten van die kinderen. Ja, ik wou aan die kinderen helpen.